President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens een staatsbezoek aan China nu diverse gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en bedrijven. Op 12 april heeft hij een ontmoeting gehad met Wang Huning, voorzitter van de Chinese Politieke Consultatieve Conferentie van het Volk, CPPCC. De president, ook voorzitter van de VHP, feliciteerde voorzitter Huning met de 75ste verjaardag van de Volksrepubliek China en de oprichting van de CPPCC, waarbij hij hun onschatbare bijdragen aan de ontwikkeling van China benadrukte. Ze bespraken hulp aan Chinese bedrijven in Suriname en identificeerden investeringsrichtingen om de samenwerking te bevorderen. Beide partijen waren het erover eens dat historische, politieke, diplomatieke en culturele betrekkingen als basis moeten dienen om de samenwerking te versterken.